keer per jaar organiseren we een hele grote pubquiz. Ongeveer 55 teams van 5 personen in de Melkweg. Seks, drugs, rock en roll. Het is elk jaar weer een verrassing waar de rondes over gaan. En je moet natuurlijk je muziekkennis meebrengen, want er zit zeker een muziekronde. Ja. Oh ja, en meezingen. Als je heel goed kan zingen, zit er nog wat extra punten in de pijplijn. Dit was een grote activiteit die we hebben hier in Amsterdam. De grootste pubquiz van Amsterdam. Dus waarom zou je daarvoor niet de handen ineens slaan? We hadden het erover dat we eigenlijk nooit echt gezamenlijk activiteiten doen. Of een actie opzetten. Ook niet tussen de Lions Clubs. Dus hadden we zoiets van, nou ja, misschien moeten we een keer samen een actie gaan doen. En gewoon die verbinding gaan zoeken. Ja, en wij wilden graag verjongen, vernieuwen. En we dachten, nou, dit is volgens mij de allermooiste gelegenheid om samen een keer een actie te organiseren. Die ouders van Sammy die hebben deze stichting in het leven geroepen omdat ze niet willen dat dat een ander ook nog overkomt. Ik heb zelf een dochter van 5, die bijna 5 is. En Sammy is overleden op zijn 5e. Dus dat is iets wat dan meteen heel erg aanspreekt. Dat kan je niet voorstellen. Dat is zo onvoorstelbaar leed. En dus het onderzoek voor kinderkanker en kinderhersenstamkanker is zo ongelooflijk belangrijk. Dat wij het omarmd hebben en Stichting Sammy hopelijk een hele mooie opbrengst van de pubquiz kunnen gaan doneren. Iedereen is welkom. Dus ja. Uiteindelijk gaat alles naar Stichting Sammy. Dus, ja, dus hoe meer mensen, hoe beter inderdaad. Ja. Bewijs het maar op onze pubquiz. 28 maart. 7 uur.